11 minuten over 11 geweest. Ongelogen, we rijden hier door een streutje in Etervoort. We komen bij, volgens mij, Prins René voorbij. En daar zit de ganse hut vol. Smergens. Dus ik ben dus benieuwd wat heet te vieren is. Lijkt me sterk dat ze nog steeds in de oliebuil zitten. Het is een dameskransje. Bij de puinenshudders. Oh nee. Ga je het er even eens opmaken? Goedemorgen. Goedemorgen. Dag mevrouw. Hallo, Bas. Je zal het vast niet René zien. Nee, ik ben Sandra. Oh, maar je huurt wel bij René. Ik huur bij René, ja. Heeft dit iets te maken met Prins René, wat je in Doon ziet? Nee, dit is het werk. Wat is het werk? Ja, dat is het werk, ja. En wat doet Sandra voor werk? Sandra doet, ik werk in de zorg. En ik ben nieuwe zorgcoördinator voor een nieuw te openen zorgcentrum in Montfort. Dat is misschien ook leuk voor ons een keer het over te vertellen. Ja, dat we kennen twee vliegen in één klap slaan misschien. Ja. Ja, ze zijn... Ah, kom maar! De overbuurvrouw, die stond te herken in een hof. Ja. Maar er wordt dus een nieuw zorgcentrum geopend in Movert. Ja. En door Wurstig, ik mag tegen zeggen... Ja, mag tegen zeggen, door Wurstig, ja. Zorgcoördinator. Ja. Ah, dus al die verzorgende IG en wat er allemaal rondlept, die moeten meteen door een deur kunnen. Ja. Maar dat zou wel lukken, denk ik. Wat, voor welke doelgroep wordt het? Dementerende. Ja, dementie. En dan mensen in de beginnende fase of in de latere fase? Ja, dat kan ze nooit voorspellen. Hè. Ze kijken tegenwoordig blijven de lui eigenlijk langer toe. Dus ze komen in een latere fase, werden ze opgenomen. En dat is ook de bedoeling dat ze tot het einde bij ons blijven. Ja. Dus doorlopen die fases dan. Heftig. Wel heel mooi werk. Ik zou niet anders willen. Ja, ik meug het soms wel eens van redelijk dichtbij aanschouwen. Het is inderdaad heel mooi werk. Maar het is soms ook heel dubbel. Hè? Aan de ene kant is het prachtig werk om te doen. Om die mensen in de laatste fase van hun leven Absoluut. Nog een stukje levenskwaliteit mee te geven. Aan de andere kant is het ook, het is ook heel moeilijk, denk ik, om die mensen af te zien takelen verder. Dat, ja, maar dat ligt ook aan wie ze het bekijkt eigenlijk. Van kijk, ik vind van ons eigenlijk de taak om dat laatste stukje, ik zeg maar, het is toch het laatste stukje van het leven, dat ze die lui dat wel op een hele mooie manier kunnen schrijven. En heel belangrijk daarbij is de belevingsgerichte zorg, van verdiept zich ook in de persoon. Weet met wij dat ze, hun kennen zich dat niet meer vertellen. Ja. Ja, maar verdiep zich in het levensverhaal en kijk in het dementerende, het korte termijngeheugen, dat gaat weg. Lange termijngeheugen blijft bestaan. Dus die komen in hun beleving komen ze met verhalen aan wat al heel lang geleden gebeurd zijn. En er sticht er niks van af, weet je, kunst toe dan niet de wens spelen. Dus die gij stuk met de familie In gesprek, ja. En dan ga je ze op zoek naar bepaalde prikkels, zoals je die mensen nog mijn kennis bereiken. Ja. Ik zeg ook maar in het dementerende, de kent niet vertellen wie stegen is. In het dementerende heeft een antenne en dat vult. En als je een slechtere dag hebt en je gaat naar je werk en je probeert dat te verdoezelen, dat lukt toch niet, want ze vullen dat. Bizar, hè? Ja, het is een hele mooie wereld. Onderschat ze nooit? Nee, absoluut niet. De cliënten? Absoluut niet. En ik heb me daar in dat ziektebeeld heel erg in verdiept. En ik vind het alleen maar steeds mooier weer. Huh? We hebben ook verschillende vormen van. Kijk, een dementerende is niet zomaar een dementerende. Huh? We hebben verschillende vormen van dementie. Waar ze nou aan tafel zitten? Nou, dat zijn collega's van een andere zorginstelling eigenlijk. Dus die daar lopen ook even een tijdje in met. En we zijn nu een vergader en een rooster aan een zetten. Voor een stukje thuiszorg, wat we nog kunnen bieden. Dat gaat je ook nog doen? Ja. Dus je gaat
onder één paraplu gooit je het traject van Toes en de laatste fase, als ik het maar eens zo mag nemen. Dit is van een andere organisatie, die dames wat nu hier zijn. Ik loop daar nu even een stukje met, omdat Montfort, ja, we zitten nog in de opstartfase. Ze zijn nog een boeven. Voor mij is nu nog niet echt dat ik daar fulltime bezig met kan zijn. Dus ik doe nog een stukje hier met. Maar het is de bedoeling van straks in Montfort dat ik wilde eigenlijk vanaf april ook een thuiszorgteam al gaan opstarten. Ja. Ja. Denk ze dat we die andere dames ook iets voor je mogen vragen? Ik denk het wel, ja. Dan mogen we even. Ja, zeker. Ja, want het is zo'n wondere wereld die bovendien enorm in ontwikkeling is. Dames, ja, even goed. Hallo! Uit de nachtdienst! Wie komt er uit de nachtdienst? Ja, hi! Hi! Hallo dames! Hallo. Hi! Wat een spannend verhaal huur ik van Sandra. Iets gans nees in Montfort, een zorgcentrum. En je ziet hier nou allemaal werkzaam binnen de wereld van dementie, zorg voor mensen met dementie? Nee? Thuiszorg. Want dat vertelde Sandra ook al, het gaat ook over een stukje thuiszorg. Die kunnen ze het ernaar dienst, zei ze. Ja. Waar werkt ze? We zijn net een nieuw wijkteam opgestart in gemeente Leudal. Samen Zorghuis Leudal. En ik ben deze week al begonnen met de terminale zorg. Heavy. Ja. Maar mooi. Dankbaar. Mooi om de mensen te begeleiden in die laatste fase. Ja. En dat ze het thuis mogen doen. Dus ja, mooi. Moet ik vragen wie altijd ziek is? Eigenlijk ja, lukt dat niet. 27. Ja. Ik denk dat ze dan een van de jongere is in de terminale zorg. Ja. Ze dient Lisanne denk ik meer ervaring dan met wie oud ze gemiddeld zijn. Ja, nee. Ja, dus. Nee, maar... Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel mensen die heel veel jongeren zien in de terminale zorg werken. Nee, zeker niet. Dat is toch wel iets voor ze een bepaalde ervaring, affiniteit, bagage en moest opbouwen. Ja, moest opbouwen? Maar waarom heeft Lisanne ervoor gekozen om dat facet van de zorg te gaan doen? Ja, wie chique is dat als het allerlaatste stukje van iemand en moest begeleiden en moest helpen aan... Het is niet alleen degene zelf, maar het hele gezin wat er toes nog meer is. En juist net in de toes-situatie, het is gewoon chic. Ja. Ja, het mooie is altijd, ik gun altijd iedereen een heel gelukkig, lang en vooral gezond leven. Maar als het niet meer kan, gun ik mensen ook de dood. En het is heel mooi om mensen daarmee te helpen. Ja. Ja. Dat zegt u nu, maar... Je komt natuurlijk ook in situaties terecht waarin er sprake is van ondraaglijk lijden. En dat je dan in dat moeilijke traject komt van mensen die niet meer willen, maar die niet wilsbekwaam zijn. En dat kom je ook tegen. Dat kom je ook tegen. En dan is het de kunst om het voor mensen zo comfortabel mogelijk te maken. En dat kan op heel veel manieren. Door er te zijn, medicatie, er zijn heel veel manieren. Maar er zijn... Voor mensen, voor je medemens is denk ik het belangrijkste. Hmm. Daarmee kun je mensen ook het gevoel geven van er wordt voor mij gezorgd. Hoe belangrijk is het dat je. Nou, ik ga ervan uit dat jullie allemaal de roeping hebben. Jullie hebben dat allemaal in de vingers, want anders kun je denk ik niet goed zorgen. Ja. Ja, wij zijn een samengesteld team vanaf 1 januari officieel. Een aantal mensen zijn al iets meer bezig en andere mensen die sluiten daar mee aan. Dit is eigenlijk gekomen vanuit het initiatief Samen Zorghuis Leudal. Daar zouden we in maart starten. Maar omdat de vraag vanuit de huisartsen zo groot is, zijn we nu al gestart met thuiszorg te bieden. Omdat het Samen Zorghuis nog niet klaar is. En dit zijn allemaal dames die eigenlijk, want er is geen actieve sollicitatie of vacatures zijn opgesteld. Maar mensen die, hé, daar komt iets nieuws, daar willen we mee. Dus het zijn allemaal mensen die iets nieuws willen en die uitdaging mee aandurven te gaan om samen goede zorg te gaan leveren dadelijk. Binnen het Samen Zorghuis en nu in de thuiszorg. Dus dat is wel heel spannend. Dus jullie staan eigenlijk allemaal wel open voor verandering? Ja. Ja. He, want als er iets aan verandering onderhevig is op dit moment, dan is het wel de zorg. Ja. 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 Gaat het soms ook wel eens te snel?
dat je denkt van we worden ingehaald door de ontwikkelingen? Nee, kan niet echt zo. Het is maar net hoe je hem inkoopt. Soms moet je dan maar even wat harder gaan. Hè. Het is even niet anders, maar ja. Hoe hoog is de druk op jullie als zorgverleners? Is dat nog een beetje te doen? Ik vind binnen de loggengrote organisaties vind ik de druk soms wel hoog. Hier zal zeker ook druk zijn, maar we merken omdat we ook met een team van ZZP'ers gaan werken, dat de mensen veel meer inspraak krijgen. Je gaat de cliënt, de klant heb je dadelijk, de schilder omheen met de mantelzorg en de vrijwilliger. En wij gaan er ook een heel stuk in betekenen, maar ook meer werk-privé, dat wat meer op orde is. En je gaat het met elkaar doen, maar iedereen heeft zijn wensen erin. En je gaat met elkaar puzzelen en overleggen en met elkaar kijken wat kan en wat niet kan. En niet die druk van bovenaf van die grote organisatie. Daar ligt een kant-en-klaar rooster. Nee, dat gaan we zelf doen. Moet jij een uniform aan? Wil je een uniform aan? Wat wil je? Wat is je naam van je team? Wordt allemaal dat ik zelf bepaald. Dat gaan we gewoon zelf doen. En niet meer van bovenaf die regels. Tuurlijk zijn er regels en kaders en protocollen. Maar wel, Ja. Maar als je vanuit passie kunt werken, heb je enorm veel ruimtedruk aan. En dan is het gewoon goed, want dan kun je overleggen met elkaar. En dan is de collegialiteit. En dan hou je het vol. Juist. Ja. Hier zitten alleen maar teamplayers aan tafel. Ja, maar dat is ook bij een grote organisatie. Want, zeker. Ja. Daar heb je ook allemaal zelfsturende teams. Je moet gewoon goed communiceren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dames, ik heb enorm veel respect voor jullie. Ja, nee, dat meen ik serieus. Ik kom ook wel eens op plekken waar zorg wordt verleend aan mensen bijvoorbeeld met dementie. Dus ik weet hoe belangrijk dat werk is wat jullie doen. Dus heel veel succes. Met organiseren. En waar is Prins René? Prins René is werken. Prins René is werken.